Vampiers zijn de enigen die na 6 uur kunnen eten. Vampiros is geen uitzondering. En hier komt het toetje. Ha! Bananenmuffin. Wat? Je zult zien. Het lijkt dat speelgoed onder de deken levens kan redden. Dat is een voorgerecht voor jou. Vaarwel, vampier. Hoe bevalt je nieuwe appartement? Maakt de vampier zich meer zorgen dat zijn haar door de herfst in de war raakt? En dit moet de heer des huizes zijn. Niet zo knap als Pam. Pikachu is ook lid van de Nightmunchers Club. Een vampier? Ah! Is dat een aardbeving? Hey, kun je me horen? Auw! Hallo, knappert. Wat nou weer? Kom naar buiten, we moeten praten. Oh, Fem, zo schattig. Laten we daten. Echt niet. Pikachu, we hebben gezelschap. Kun je je voorstellen? Ze wilden me opeten. Die bleke engerts daar. Heb je iets lekkers voor ons meegebracht? Bedankt. Eet het. Begrepen? Ga uit de weg. Ben je oké? Je bent een engert. Vaarwel. Arme meid, haar hart was gestolen, maar niet haar detective talent. De zoektocht naar haar geliefde heeft Pikachu naar een verlaten fabriek geleid. Het is tijd om na te denken over de rijkdom van je geliefde. Pikachu, wees voorzichtig. Er wordt op je gejaagd. De prooi is sneller dan het roofdier. Pikachu laat geen ketchup verloren gaan. Zelfs niet in een kapotte fles. Hallo, heb je een servet? Wat? Is hij ook een bloedzuiger? Ik snap het. Aangenaam. Pikachu? Ik moet je aan iedereen voorstellen. Pampie, ik heb je gevonden. Ik ben graag Pampie voor jou. Je verbeeldt je dingen. Ik zie dat u ermee instemt om man en vrouw te worden. U kunt kussen. Pikachu, hoe zit het met het leven voor jezelf? Zo lief. Is er iemand die tegen het huwelijk is? Wat? Het was een grap. U bent niet evenaar, mijn meester. Vampiers kunnen alleen met vampiers trouwen. Jij, elektrische eekhoorn. Zeg maar dag tegen je kaart. Wat een eikel. Pikachu vertrouwde je. Pokeball, haast je. Nu zul je 2 keer nadenken voordat je hier verschijnt. Kunnen we al eten? Dat zal ik koken. Vampier Lily is de enige die om Pikachu geeft. Ze is bereid een risico te nemen om de Pokémon te helpen. Hij liet me achter bij het altaar. Het onderwerp van de les van vandaag is dat vampiers geen Pokémon zijn. Probeer je me voorgoed te ruïneren? Dat is alles wat ik nodig heb. True food. Niet huilen. En luister. Je moet veranderen om het te laten werken. En jullie kunnen samen zijn. Je bent klaar om te transformeren. Absoluut. Moet ik een vampier worden? Je wordt een vampierkoningin. Een beetje griezelig. In het echt ziet het er beter uit. Het is allemaal voor jou. Oh, bedankt. Waarom? Meer? Laten we beginnen met de wenkbrauwen. Laten we je plukken, Kip. Ik geef niet op. Dat is goed te zien. Niet doen. Dat doet pijn. Stop ermee, nu. Oeps, ben je oké? Hey, wat is er met mijn wenkbrauwen gebeurd? Ik ben geen eekhoorn, ik ben een tijger. Dat is gaaf. Bedankt. En jij? Vampiers reflecteren niet in de spiegel. Het was een ongeluk. Vanaf nu zal het anders zijn. Hoe moet ik ze wassen? Ik denk dat dit me zal helpen. Laten we het proberen. Wauw, dat voelt zo goed. Laten we eens kijken. Oh, dat hielp helemaal niet. Misschien heeft de ketchup niet genoeg kracht. Ik kan meer toevoegen. Pika, wat ben je aan het doen? Ik zit vast. Phew, wat dacht je daarvan? Nu ben ik zo bleek als een vampier. Wacht, waar ga je heen? Kom op. Oma wil dit jaar de kermis winnen. Heeft iemand trek in meel in plaats van bloed?
hier ben ik. Laten we je een potje poederen. Pikachu, wil je bleek zijn? Sluit dan je ogen. Ik heb het in mijn neus. Achoo! Pika, alweer? Sorry. Wow, bedankt meid. Stop ermee, we zijn nog niet perfect. Ben je de laatste tijd naar de kapper geweest? Poeh, dat kan ik ook. Oh ja, dan vallen we samen aan. Oh, hoe kinderachtig is dit? Jij bent saai. Ze is onmogelijk te breken. Ga weg. Oké, laten we blijven transformeren. Als je niet opschiet, nemen ze je vampier mee. Ik kan het niet geloven. Nee, Vampy. Pikachu, is er iemand nerveus geworden? Leg dat weg. Mijn haar, wat is ermee gebeurd? Is er iets mis mee? Het is een beetje te kort voor mij. Het is gemakkelijk op te lossen. Moeraslijngel. Ach, hebben vampiers geen normale make-up? Laat het bezinken. Wat een walgelijke kam. Met zo'n haar word je zeker als een vampier beschouwd. Het is zo lang. Bedankt, Lily. Ik ben onherkenbaar. Als ik een vampier ben, moet ik rood toevoegen. Je ziet er echt cool uit. Dan ben ik weg. Nog niet. Hoe zit het met de hoektanden? Je weet wanneer je er klaar voor bent. Maak gewoon geen geluid. Vampiers slapen erg gevoelig. Wees voorzichtig. Mama! Oh, kijk, ik heb altijd op hem gewacht. Stop met spelen. We zijn hier om een klus te klaren. Gewoon, shh. Je wil niet dat hij wakker wordt. Misschien moet ik gaan? Wacht, we zijn nog niet klaar. We gaan niet weg zonder een paar hoektanden voor jou. Ik wil dit al heel lang doen. Hé, hey, waarom nemen we deze niet? Het is gelukt. Laten we gaan. Laten we hier weggaan. Erg interessant. Is dit niet de Pokémon waar iedereen naar op zoek is? Meneer, wakker worden. Ik heb nieuws. Meneer. Wacht even. Dat is zij. Pikachu. Is dit een grap? Heb jij dit gedaan? Nee, meneer. Ik zoek haar zelf. Waar is mijn bloed? Precies wat je nodig hebt na een dutje. Wat wil je? Meneer, ik denk dat ik een ontsnapte zag. Een ontsnapte? Ik had erin een... Hoe noem je dat? Meneer, u hebt het vast over de Pokéball. Hé, hey, Pikachu. Is het leeg? Echt niet? Waar is ze? Ik ken meneer niet. Dat gaat niet. Jij, vlieg met me mee. Oef, dat was dichtbij. Strijd alsjeblieft niet. Mama zal zeer trots op me zijn. Glimlach, net een beetje meer. Vampirella, wat heb je gedaan? Wacht, ik ben nog niet klaar. Ik repareer het. Dat niet. Dat is ook niet erg. Ik doe het zelf. Oké? Dus je bent geen eekhoorn, je bent een bever. Ik ben klaar. Kijk. Wow, de groeten zitten vast. Jeez. Oké, dat heb ik niet nodig. Kijk, je bent al bijna een tweeling. Ik denk dat we je look compleet kunnen maken. Ik ben overal op voorbereid. Dan kunnen we een kortere weg nemen. Als je bijt, doe ik je melkkorf om. Oké, we vinden wel een andere manier. Dat is beter. Ik weet wat we hierna gaan doen. Aankleedtijd. Trunkfood. Kijk, ik ben een vampierdash. Is dat beter? Nou ja, 5 van de 10. Oké. Trunkfood. Kijk, dat is een angel. Kijk naar de hoektanden op mijn handen. Dat is nog erger. Je bent niet leuk. Oké, laatste. Trunkfood. Miauw. Oh, het is nog steeds geen vampier. Ze bijten? Nou, dan weet ik het niet. Ik wist het. Pas het eens en maak je cosplay af. Wauw, hoe cool. Dankjewel, Vampirella. Bedankt. Wat ga je doen? Nu je me vertrouwt, is het tijd om de transformatie te voltooien. Ik voel het nu. Oh ja, dat is een heerlijk gevoel. Het is tijd om te snacken. Oh. Vampirella, wie is dat bij je? Ik bracht het nieuwe meisje. Alweer? Kom binnen. Waar ben je geweest? Heb je de Pokémon gevonden? En wie is dit? Hallo. Hallo mevrouw. Ze zal van mij zijn.
Meneer, hoe zit het met Pikachu? Ga weg. Zie je niet dat we in gesprek zijn? Dat is heel lief, maar... Dat is zij, meneer. Vergeet die stomme elektrische eekhoorn. Ze zat waarschijnlijk op de stoel en hij werd elektrisch. En die oren, daar schiet het ook uit. Ook die naïeve ogen. Ook die ketchup. Ik denk dat ze gaat snauwen. Ah, je bent zo grappig. Oh nee, ik denk dat zij het is. Dat is omdat je me dom noemt. Voor de oren en voor de ketchup. Ik ben zo blij om weer bij je te zijn. Pikachu realiseerde zich dat je niet moet veranderen voor degenen die niet van je houden. Het is beter om bij degenen te zijn die je accepteren zoals je bent. Waar heb je die hoektanden vandaan? Wat? Negeer het. Het is bedtijd geweest. Het verleden lijkt Pikachu niet te willen laten gaan. De vampiers zijn terug voor haar. Maar deze keer is ze niet bang voor ze. Wauw, dan zijn ze echt boos. Jongens, alsjeblieft, kan iemand me horen? Red me! Ash, stop even met praten. Je kan beter naar Pichu luisteren. Misschien kan meer dat je. Eindelijk, kijk eens aan. Vandaag is de schurk Ross ontsnapt. Eerder beschuldigd van... Oh, Ash ziet eruit alsof je gezelschap hebt. Je had niet verwacht dat ik terug zou komen, hè? Dit is geen draai waar Ash op voorbereid was. Pichu, denk dat hij voor jou komt. Ha, je kan nergens heen. Zet je er maar overheen. En stap in de pokeball. Oh nee, Ross had al een oogje op Ash collectie. Hij is zeker niks goeds van plan. Wie weet waarom hij ze wil? Ash, je bent wakker. Schiet op een rette Pokémon. Je hebt niet veel tijd. Ik denk dat deze dag gekomen is. Als je het niet opent, is het te laat. Ik vraag me af wat dat is. Een soort ring? Het is tijd om haar weg te doen. Maar de nieuwsgierigheid is sterker dan het overlevingsinstinct. Ash weet niet wat hij moet doen. Wauw, wat is dit? Een portaal? Ash, hoe deed je dat? Hé, het is Sonic. Dus dat is van wie je ring was. Ik denk dat de egel nog steeds niet wakker is geworden. Hé, wie ben jij en hoe ben je hier gekomen? Ben je gek geworden? Ik was net thuis. Wat is hier aan de hand? Als dit een droom is, dan smelt je weg. Je hebt me al helemaal nat gemaakt. Je kan beter helpen mijn Pokémon terug te krijgen. Is Ross nog steeds hier? Sonic had engere schurken gevangen dan dat. Natuurlijk was Ross bang. Het was gewoon afleiding. Mis je me? Kom op, Sonic. Geef ze op een donder. Het is geen holte. Pak een groter wapen. Dat is een ander verhaal. Maar Ross' team is niet van plan om zich over te geven. Ik denk niet dat Rapidash in de stemming is om het ringen te spelen. Ash heeft nachtmerries. Oh nee, het is geen droom. Help, iemand! Directeur Rapidash duldt geen lawaai in de gevangenis. Oh nee, zij is het weer. We hebben versterking nodig. Een laatste pokeball. Snel, Charmy, we zijn in groot gevaar. Je moet me weghalen. What? Zo wilde Charmander haar picknick niet beëindigen. Charmy gebruikte de vlam niet, maar wie dan wel? Lijkt erop dat deze gevangenis te klein is voor twee vuurspokémon. Alleen de sterkste blijft over. Charmander valt aan. Rapidash had iets indrukwekkends verwacht. Zij beheerst ook vuurtechniek. Lijkt erop dat hun krachten gelijk zijn. Ash, dit is geen hooligan. Doe je knuppel weg. Je zal alles opblazen. De brandblusser moet Rapidash afkoelen. Nu is Team Ash in het voordeel. Ze hebben zojuist Rapidash boos gemaakt. Hoe graag Charmy ook wil, ze moet opgeven en teruggaan naar de Pokéball. De vlam van de laatste hoop begint te doven. Dat is alles wat ik nodig had voor een collectie. Bedankt, Ash. Ross gaat alle Pokémon verkopen. Om de geest van de trainer helemaal te breken, laat Ross de nieuwe bewakers los. Laat hem proberen langs het gordeldier Abra en Beedrill B te komen. En hou hem in de gaten. Abra zal ervoor zorgen. Ash is volledig aan hem overgeleverd. Sonic had meer geluk. Hoewel hij nog steeds niet naar huis is teruggekeerd. Hé, die man op het scherm komt me bekend voor. Ik kan het je geven. Ik heb de zeldzaamste Pokémon verzameld. Ik ben bereid ze weg te doen voor een goede prijs. Mis je kans niet. Oh, nu weet Sonic hoe hij de schurk kan vinden. Maar hij kan het niet verpesten zoals de vorige keer. Sonic moet serieus trainen. Misschien moet hij tegen alle Pokémon opnemen. Maar de uitdaging weigert de blauwe egel alleen maar op.
Hij moet Ash en Pokémon redden. Ik denk dat hij er klaar voor is. We moeten zorgen dat hij snel genoeg is. Wauw, de snelheidsmeter is te hoog. Wat, dat is een oud record. Dat is beter. Ja, Sonic is zeker klaar. Niemand houdt hem tegen. De veiling is nu open. Als eerste komt Meowth. Een schatje aan de buitenkant en een roofdier in het hart. Is dit een kattententoonstelling of een serieus biedingevenement? Ross lijkt zijn publiek te verliezen. De investeerders zijn teleurgesteld. Ross heeft niks anders te doen dan de Pokémon in actie te laten zien. Meowth is niet enthousiast om verkocht te worden als een ding. Oh, je wilt kat en muis spelen? Dat kan ik doen. Meowth realiseert zich dat het beter is om rijk te leven dan met zo'n gek. Kijk naar dit schatje. Hoe kun je haar niet nemen? De aandeelhouders zijn in de war. Dat hadden we mee moeten beginnen. Nu wil iedereen zijn eigen Pokémon. Verkocht? Nu is het de beurt aan Snorlax om Ash te overzien. Ash blijft hier niet langer. Hij moet meteen een ontsnappingsplan komen. Wat een heerlijke donut. Snorlax kan zeker iets zoets niet weerstaan. Het werkte niet, hè? Daar gaan we weer. Snorlax mist nooit een kans om te knabbelen. Mag ik er een? Ash biedt een hele doos te ruilen voor een hoop sleutels. Een hele doos. Hoewel Ross zal klagen, maar ze zijn zo lekker. De liefde voor snoep heeft de overhand genomen. Hoe kun je een toetje weerstaan? Hij is er zeker goed in. Ash weet zich te bevrijden. Het enige wat rest is zijn Pokémon terug. Geen slot kan hem nu nog stoppen. Misschien zit het vast. Nee, het is Snorlax die te veel gegeten heeft. Hij lijkt de kracht niet te hebben om de hele doos te verteren. Voel je niet slecht, Ash. Het leven is als een doos donuts. Je weet nooit wanneer je een uitgekoude krijgt. Ash kan geen rust vinden als zijn Pokémon in gevaar zijn. Ik denk dat er hier onlangs een renovatie is geweest. Hoe onbezonnen om werkgereedschap achter te laten. Je kan proberen door de ventilatie naar buiten te komen. Met een paar slagen, met een mol neer, begint het rooster te wiebelen. Nog even en Ash ademt de lucht van de vrijheid weer in. Schiet op Ash, de bewaker kan elk moment komen. Nu begrijpt Ash hoe de Pokémon zich voelen in een Pokéball. Ik vraag me af wat er in deze kamer is. Het is Jigglypuff. Haar concert is in volle gang. Nee, Ash, het lijkt een doodlopende weg. Ga terug voordat het te laat is. Hoe beangstigend. Hij was zo dichtbij om te falen. We moeten nu al het bewijs verbergen. Ash, schiet op. Je mag niet ontmaskerd worden. Alles lijkt duidelijk te zijn. Ash weet nog steeds niet hoe hij uit de kooi kan komen. Pikachu, ben jij dat? Zoom voedsel special voor Ash Ketchum. Heeft Ash je stokbrood besteld? Je niet bewust zijn van een bestelling betekent dat je niet hoeft te betalen. Waar heeft hij ooit geld vandaan gehaald? Maar wat zouden ze met hem doen voor stelen? Weer in de gevangenis? Hij had geluk deze keer, maar Ash is haar nu schuldig. Uh-oh. Het is zo hard. Is het van metaal? Daar had Ash gelijk in. Het is een Trojaanse baguette. Dat is de sleutel tot vrijheid. Nu zal hij in een mum van tijd uit de kooi zijn. Ash, heb je bezoek? Ross stuurde Eevee om het over te nemen. En ze is geïnteresseerd in wat Ash doet. Wat een twist. Eevee leek niks te vermoeden. Pokémon werd jaloers dat Ash zo'n geavanceerde nagelvel had. Misschien kan hij die aan Eevee lenen. Niemand kan Eevee's charmes weerstaan. Oh nee, Ash. Laat haar niet ontsnappen. Is het voorbij? Lijkt erop dat het geluk weer Ash toelacht. Beedrill heeft het overgenomen. Ash, weet je zeker dat het een goed idee is om bij te plagen? De bij zelf is geschokt door deze brutaliteit. Maar Ash denkt er niet aan om te stoppen met spotten. Dat maakt de bij gek. Ze zal hem snel kalmeren. Maar eerst moet ze hem vangen. Het is gelukt. De onvermijdelijke steken komen steeds dichterbij. Lavendel, kom op. Bij, ga terug in de korf. Je bent een riskante jongen, Ash. Oh nee, nou, raak niet excited. Ash is nu zeker gevangen. Hij kan niet meer ontsnappen. Wat is het? Sonic? Zelfs Rapidash kan niet zo snel reageren. Je bent net op tijd, Sonic. Ik weet wat ik moet doen. Leid ze af. Sonic geeft geen kans om geraakt te worden. Pokémon vangen is Ash roeping. Wat? Maar waar is hij gebleven? Ik denk dat Abra is ontsnapt. Sonic, dat is onmogelijk. We zullen nooit Pokémon vinden. Hé, hey, ik weet wat ze kunnen vinden. De veiling is nog niet voorbij, dus er is nog hoop.
Het volgende lot, wat? Hoor ik 2 miljoen? Abra is gekomen om de baas te waarschuwen over de ontsnapte gevangenen. Maar het lijkt erop dat het niet nodig is. Hij gaat zelf op zoek naar Ross. Abra heeft het allemaal door. En gaat het niet verpesten. Voor Pichu alleen al zijn mensen bereid een fortuin uit te geven. Ross is verscheurd met aanbiedingen. Ash zou er nooit aan denken om zijn Pokémon dit aan te doen. Je bent erbij, Ross. Maar hij lijkt niet terug te gaan naar de gevangenis. Je zit vastgepind in een hoek en je moet ontsnappen. Vooral als iemand sneller is dan jij. Sonic's snelheid heeft zijn limiet bereikt. Hij is zo snel dat de tijd voor hem heeft stilgestaan. Aai de egel niet tegen de naalden in. Hij zou kunnen prikken. Klus geklaard. Dat klopt. Ash is ook een schildpad. Nu het team terug is bij Ash, zal hij deze chaos stoppen. Charmy, ben jij dat weer? Het is tijd voor een rematch. Ross, je hebt de laatste kans om schuld te bekennen. Niemand zal je pijn doen als je jezelf overgeeft aan de politie. Rapidash is er toch in geslaagd om onder Abra's hypnose uit te komen. Ross lijkt zijn vertrouwen terug te krijgen. Nu Ash zijn team niet zo'n enge bedreiging is. Charmy zou niet weer onder de hete hand willen lopen. Maar het is zijn plicht van de Pokémon om de trainers te beschermen. Opnieuw botsen de vuur-Pokémon in de strijd. Maar Charmy's krachten zijn niet genoeg tegen zo'n kracht. Ross is blij met zo'n gemakkelijke overwinning. Charmander verzamelt haar krachten. Charmy gaat naar een nieuw stadium van evolutie. Ze is nu een Charizard. Wauw, dat is zelfs voor Rapidash een te zware tegenstander. Maar ze heeft geen keuze, ze zal opnieuw moeten vechten. Charizard's energiestroom is krachtiger geworden. Nog een vuurbal en de arme Rapidash is verslagen. Dat was het, Ross. Je show is voorbij. Je kan een nieuwe beginnen, maar wacht dan in de gevangenis. Wacht, wat is dit? Dr. Eggman heeft de Pokéball gehackt? Agent, ik heb hem. De politie zal een manier vinden om snel met deze schurk af te rekenen. Laat hem in geen geval vrij. Goed werk, coach. Smile! Het is een zware dag geweest voor Ash. Hij kan zichzelf eindelijk een beetje verwennen. Hey Charizard, roep iedereen hierheen. Er is genoeg snoep voor iedereen. Detective Pichu voor de geur. Ze heeft een radar voor zoete lekkernijen. Zo snel. Waar is het eten? Ash en Misty verdenken elkaar. Coaches begrepen niet wat er gebeurde. Het vermiste eten wordt een reden voor een duel. In de linkerhoek. Misty's team. In de rechterhoek. Ash's team. Laat het gevecht van de eeuw beginnen. Voedseluitdaging. Ash is klaar om te vechten. Misty's Pokéball is ook klaar. Eerste ronde. Charmander tegen Pikachu. Wat gaat er gebeuren? Ze gaan natuurlijk knuffelen. Het zijn oude vrienden. Maar dit is niet het moment om te knuffelen. Laat het haar nu zien. Jij bent de beste. En waarom zou Pika dat doen? Hoe zit het met de speciale Happy Meal? Charmander heeft ook een setje. Het is net zo goed als die van Pikachu. Je kan het. Succes! Pikachu herinnert zich dat Charmander tegen haar is. Ze vindt het idee ook niet echt leuk. Misty en Ash geven op geen enkele manier naar elkaar toe. Eens kijken. Pikachu heeft eigenlijk honger. En er zijn van die lekkere bliksemvormige frietjes. Het smaakt ook goed. Nu is Charmander aan de beurt. Ik denk dat haar frietjes een beetje gaar zijn. Het smaakt naar houtskool. Pikachu laat haar vriendin niet achter zonder een snack. Alsjeblieft. Ash wil winnen. Zijn eer staat op het spel. Pikachu heeft hem nog nooit zo chagrijnig gezien. Laten we doorgaan met eten. Misschien heeft Charmander meer geluk met de hamburger. Het lijkt op dat hij ook verbrand is. Wat is Pikachu maaltijd zonder ketchup? Meer ervan. Dat is perfect. De hamburger is heerlijk. Maar de tranen van de vriend maken het bitter. Arme Charmander, tanken met kolen als een stroomtrein. Pikachu doet het veel beter. De sinaasappelsap komt goed van pas. Wat er ook gebeurt, Charmander blijft oprukken naar de overwinning. De frisdrank is tenminste echt. Pikachu liet zich meeslepen door het eten en zag de geschenkdoos niet. Wat zit erin? Wauw, een miniatuur Pikachu. Ze zijn nog schattiger samen. Het gloeit ook. Charmander had ook een cadeautje, maar nog kleiner. Het is onhandig.
Jongens, laten we allemaal een like op de video zetten, zodat ze niet verstreken is. Maar Charmander vergeet de wedstrijd niet. Pikachu heeft een manier bedacht om haar te helpen. Ze heeft alleen nog vliegjes over. De trainers kunnen niet wachten om de naam van de winnaar te horen. Ik denk niet dat Pikachu nog een hap kan nemen. Een laatste stukje steenkool. Uh-oh, kom op, je kan het! Charmander werd enorm geholpen door de steun van haar vriendin. Ze brengt haar eerste punt naar Team Misty. Pikachu is blij voor haar vriendin. Oeps, hij kan niet uit zijn rol stappen. Pika verlaat de wedstrijd. Ash had niet verwacht te verliezen. Wie zou hij als volgende kiezen? Snorlax, ik kies jou! Voor een voedseluitdaging is wie je nodig hebt. Ja, een slapende Pokémon heeft niet veel nut. Ash lokt Snorlax uit zijn zoete dromen naar de zoete realiteit. Hij had niet verwacht zo wakker te worden. Ronde 2 is begonnen. Maar hoe verslaat Snorlax een hele taart? Hij heeft een zwarte band in karate en die maakt hij los na een maaltijd. Voor Charmander is de taart al een feest. Snorlax wint snelheid. Wat is een taart zonder kaarsen? Koudt hij al? Smakelijk eten, Charmander. Je moet kunnen genieten van de kleine dingen. Hoe meer, hoe beter. Toch, Snorlax? Terwijl Charmander van kwaliteit geniet, geniet Snorlax van de kwantiteit. Het is ook warm in de ventilatorzone. Maar wat is er gebeurd? Je buik is niet groot genoeg om het aan te kunnen. Ash kan geen tweede nederlaag verdragen. Verman je, ze heeft nog een laatste hap over. Je moet het eerst afmaken. Kom op! Charmander's overwinning is nog maar een paar centimeter verwijderd. De shuttle gaat landen. En de winnaar is... Team Ash. De kampioen lijkt het niet zo goed te voelen. Charmander verlaat de wedstrijd. Gelijk spel. Wie zal Misty als volgende opstellen? Wie zal Snorlax verslaan? Het is Jigglypuff. Ze zit vol energie. Hetzelfde kan niet gezegd worden van Snorlax. Zijn buik is vol. Peperkoek, kijk zo schattig, net als jij. Pokémon heeft een pauze nodig. Hij heeft dringende zaken te regelen in een Pokébal. Laat hem niet storen. Jigglypuff is in shock. Snorlax voelt zich nu zeker beter. Jigglypuff is in shock. Snorlax voelt zich nu zeker beter. Jigglypuff is vastbesloten om te winnen. Snorlax geeft zich niet gewonnen. Eten is een specialiteit. De concurrenten hebben een goed tempo ingezet. Hoe lang zal het duren? Jigglypuff kan hem niet bijhouden. Haar mond is gemaakt om te zingen, niet om peperkoek te verslinden. Snorlax is veelzijdig, dat is zijn superkracht. Jigglypuff kan er niet meer tegen. Een lied moet haar opvrolijken. Misty gaat de Pokémon helpen. Het lied zou beter zijn dan een microfoon. Snorlax kan haar gezang niet weerstaan. Nu moet ze hem makkelijk verslaan. Een zoete overwinning. Waar droomt deze hongerige blauwe man over? Zelfs in zijn droom beseft hij dat hij verloor. Jigglypuff scoort nog een punt voor Team Misty. Je kan stoppen met slapen in de Pokéball. Ash is tegen vals spelen. Het is klaar om zijn geheime wapen los te laten. Misty is er helemaal niet blij mee. Beedrill zal vandaag voor Ash vechten. Jigglypuff is bang. Ze is allergisch voor bijen. Beedrill kan haar angst ruiken. Misty is hier om haar Pokémon te steunen. Die is niet erg. Je redt het wel. Laat iedereen zien hoe stoer je bent. Veel succes. Ash is ervan overtuigd dat hij deze ronde zal winnen. Deze ronde wordt gekenmerkt door een cocktailparty voor hen. Beedrill zal nooit honing afslaan. En in deze vorm ook. Jigglypuff heeft een aardbei Tutti Frutti. Haar favoriete combi. Beedrill wil ook wat. De stinger richt zich al op het drankje. Misty heeft haar Pokémon gered van een hongerige bij. Beedrill is klaar om met beide af te rekenen. Misty gelooft in Jigglypuff en wil haar voorbereiden op het gevecht. Het is jouw cocktail en je zal het bewijzen. Ik geloof in je. Dat is een geweldige motivatie. Ja, zo zal het wel met iedereen zijn. Beedrill is klaar om aan te vallen. Sterke benen komen van pas bij een ontsnapping. Je moet je op alles voorbereiden. Tijd om uit te vinden wie er buitenbeentje is aan de tafel. Go, Jigglypuff!
Zoveel zelfvertrouwen maakte Bijou aan het lachen. Ze heeft een gave voor roze. Hier was ze bang voor. Dat is niet eerlijk. Ren, Jiggly, ren! Stop! Maar het is te laat. Bijou heeft besloten om een aardbeihoningmix te maken. Hij staat op het punt te springen van vreugde. Maar Misty kan het niet aan. Ze heeft een andere Pokémon nodig. Abra, een onverwachte keuze. Maar Bijou kan het niet schelen wie hij moet verslaan. Stil, stil. Wow, Snacks! Die zijn niet voor jou. Het lijkt erop dat Abra haar te slim af is. Wie denkt ze wel niet? Bijou is de koningin hier. Kracht en agressie zijn het geheim van Beedrill's overwinning. Maar Abra verkiest een andere aanpak. Voordat ze met haar ogen kon knipperen, verdwenen de lekkernijen. Abra teleporteerde het fruit in zijn hand. Zo lekker. Hoe durft hij? Hij gaat een wereld van pijn tegemoet. Het lijkt erop dat iemand het bord helemaal is vergeten. Swoosh, en Abra heeft het al. Beedrill gons van woede. Maar Abra vermaakt zich hier alleen maar mee. Beedrill is nog ver weg. Ze begrijpt niet wat er gebeurt. Ash, niet meer zo blij. Wat dacht je van wat fruit? De trainers kunnen wel een lichte snack gebruiken. Dat is het. Nu kan Abra niet meer ontsnappen. Dat klopt. Hij teleporteert gewoon naar buiten. Zo, Beedrill. Nog niet moe van het jagen? Ze wacht al op je aan de tafel. Er is nog een stukje over. Jammer dat je dit niet kan krijgen. Wie moet haar nederlaag toegeven? Weer een overwinning voor Team Misty. Ash heeft niet zoveel Pokémon over. Welke moet ik kiezen? Misty heeft besloten Ash te helpen. Eevee gaat voor zijn team spelen. Ook voor haar is het een verrassing. Maar daar kun je nu niks meer aan veranderen. Misty is blij met deze opstelling. Het is een kritieke ronde, maar Abra is gefascineerd door Eevee's schoonheid. Ik vraag me af waar ze aan denkt. Oh, plaatsaap, dat snap ik ook wel. Eevee dacht dat hij haar uitlachte. Eens kijken of hij om zichzelf kan lachen. Hallo daar. Abra was duidelijk niet klaar voor zo'n transformatie. Hij weet nog niet dat de oren zo grappig waren. Ja, maar het is nog grappiger van buitenaf. Hij houdt niet van dat soort grappen. Eevee herinnert zich dat ze in een gevecht zit en doet mee. Deze muffins zijn zo lekker. Abra weet wel raad met deze Pokémon. Als ze zo'n scherpe humor heeft, hier is een hete peper voor haar. Eevee is klaar om te eten, maar er is iets mis. Waar komt de peper vandaan? Abra zou antwoorden, maar hij heeft lekkere dingen te doen. Eevee houdt niet van vals spelen. Hier komt haar wraak. 1-1. Het lijkt erop dat Pichu geen snoep meer heeft en dat komt halen. Ze is al stiekem deze keer. De trainers lijken te beseffen waar hun eten is gebleven. En de Pokémon beseften dat de uitdaging een flop was. Ash en Misty zullen zich moeten verantwoorden voor hun acties. Er is een hele rij Pokémon hier om te klagen. Ik denk dat het tijd is om te stoppen. Wilde je een voedseluitdaging? Pak aan. Je wilde iets zoets? Neem het.